Ronald Snijders mocht de muzikale opening doen van de derde editie van de Johan Ferrier-lezing, terwijl de grote zaal van de Koningskerk langzaam maar zeker volstroomde. Na minister Lilian Ploemen, presentator Humberto Tan, was het deze keer de beurt aan om de Johan Ferrier-lezing te houden. Citalsing is columniste met een scherpe pen en gevoel voor humor. In eerste instantie schepte ze een somber beeld van Suriname, waar ze geboren is en waar ze later ook 2 jaar woonde met haar 2 kinderen. Observeringen vanuit Nederland, maar dus ook vanuit Suriname. Het leek een beetje alsof het 40 jaar lang heeft stilgestaan. Ik heb zelf op school gezeten als klein meisje in Suriname. En mijn dochter ging 1 jaar of 10 geleden daar weer naar school. Naar de Vreubel, lage Vreubel, hoge Vreubel. En het had heel veel elementen van dat ik dacht, mijn god, dat is nog gewoon hetzelfde. De juf is de baas, er wordt veel geschreeuwd, kinderen moesten overliggen. Ik dacht echt dat dat was afgeschaft, dat je zo voorover moet liggen op je lessenaar als je druk bent geweest. En zo'n hele klas, een soort collectieve straf voor wel 10 minuten. En dan komt mijn dochter thuis en zegt, mam, we moesten vandaag overliggen. Ik dacht, nou ja zeg, is dat nog steeds niet afgeschaft? Hoe zit het met de rechtsstaat? We hebben natuurlijk gezien wat er gebeurt met het decembermoordenproces. Je ziet dat er toch met name vanuit de politiek een zekere druk is op rechters en op aanklagers. Zekere politieke druk. Dus nee, dat is ook niet. De rechtsstaat wordt niet volledig vrijgelaten en op handen gedragen, zal ik maar zeggen, door de heersende politiek. Terwijl dat wel een van de pijlers is onder een democratie. Vrije pers, rechtsstaat, functionerende instituties. Dus het is wel noodzakelijk dat daar iets echt structureels gebeurt. Ze zei dat solidariteit, hulp vanuit Nederland, belangrijk is voor de opbouw van Suriname. Maar een land kan niet drijven op liefdadigheid. Wil dat zeggen dat we nu kunnen stoppen met hulp bieden aan mooie projecten in Suriname? Nee. Zo moet je het niet lezen. Wat ik daarmee bedoel is dat het uiteraard allemaal nodig is en welkom is om de civil society, gewoon de burgermaatschappij, te versterken. En dat een fonds als bijvoorbeeld wat het Johan Ferrier Fonds doet, die doen echt fantastisch werk bij het versterken van die civil society. Maar wat ik bedoel met je kan niet drijven alleen maar op liefdadigheid van buiten, is je hebt uiteindelijk, zodat het gaat beklijven en dat het structureel wordt, heb je het wel nodig dat in het ontvangende land, in Suriname, er structuren zijn, er een basis is die ervoor zorgt dat het niet vervolgens gelijk weer kapot wordt gemaakt. U schetst een somber beeld, maar toch heeft u iets van, we kunnen nog wel wat betekenen vanuit Nederland. Ja, natuurlijk. En wat me vooral heel positief stemt, is dat je nu ziet dat in Suriname jongeren hun stem beginnen te vinden. Dat er nieuwe politieke initiatieven uit ontstaan. Dus er is ook een heel vitale groep daar die zegt, we zijn moe, we pikken het niet langer en we gaan proberen om dingen ook echt van binnenuit te veranderen. Zit dat wel zo aan de dijk dan? Jawel, als het van de jeugd komt, zij zullen op een gegeven moment zullen zij de instituties bestormen en dan kunnen ze van binnenuit werken aan verandering. En ik denk dat dat de enige echte verandering is die werkt en niet een van buitenaf opgelegde verandering. Na de lezing van Citalsing was er ook een debat met de stelling Suriname zit in crisis, maar heeft Nederland niet nodig om hieruit te komen. Ik denk dat het wel zeker goed is dat zowel Suriname als Nederland bezet dat we een gedeelde verleden hebben en ook een gedeelde verantwoordelijkheid. Ja. Als het een samenwerking zou zijn, dan zullen we inderdaad eerst een paar andere bergen moeten beklimmen voordat we eindelijk eens bij een gelijk zijn. Wat is de eerste berg? De eerste berg, gewoon. Ik denk wat u zojuist al zei, is dat Nederland eigenlijk nog voor best wel wat dingen uit zou moeten komen, uit de kast zou moeten komen. Verschillende prominenten waren aanwezig op de Johan Ferrier-lezing. Onder andere Bert Koenders, oud-minister van Buitenlandse Zaken. Presentator Aldid Hunkar vroeg hem om een reactie op de stelling. Iedereen was natuurlijk benieuwd wat de rol van Nederland nog kan zijn in de ontwikkeling van Suriname, nu de relatie tussen de beide landen bevroren is. Dus die oude verhoudingen, dat bestaat niet meer. Maar het is wel zo dat ik vind dat samenwerking best mogelijk zou moeten kunnen zijn. En ja, dan heb je altijd een discussie onder welke voorwaarden. En dan wordt het moeilijk. Ik denk dat het heel belangrijk is dat Suriname zijn economische en politieke rol vindt in zijn eigen regio, in het Caribisch gebied, het Latijns-Amerikaans gebied. En vooral opkomt nu ook voor het jonge ondernemerschap en de nieuwe bevolking van Suriname om gezamenlijk te komen tot
een betere situatie dan nu. Onze samenlevingen horen bij elkaar. Natuurlijk is veel in het verleden gebeurd wat te kritiseren is aan Nederland. Wij hebben ook allerlei zaken in Suriname waar we natuurlijk... Dus het gaat om corruptie, het gaat om de hele manier waarop rechtspraak plaatsvindt. Dat is natuurlijk vraag. Als het politiek moeilijk is en moeilijk blijft, ik betreur dat, maar laat dat zo zijn. Misschien komt er een tijd dat we dat weer kunnen ontvriezen. En dan op een hele andere manier dan vroeger, want de wereld is natuurlijk totaal veranderd. Daar moet je als samenleving, zoals dat ook elders gebeurt, met elkaar samenwerken. Zoveel mensen van Surinaamse achtergrond leven in Nederland. Ik ben daar absoluut voor. Die twinningfaciliteit vind ik heel goed. Met hele concrete projecten op het terrein van gezondheidszorg, waar enorme noden zijn. En als het gaat om onderwijs. Maar op basis van samenwerking, gelijkwaardige samenwerking. En er waren natuurlijk lekkere Surinaamse hapjes. Al dan niet met extra peperen. En voor wie het te heet, te pittig of te scherp was, blussen met gingabiri of een Fernandez. Geel, groen, rood. En tot slot de reactie van gewone mensen op de relatie Nederland-Suriname. Ik vind dat Nederland-Suriname moet blijven steunen. Ja, dus vandaar. Wat vindt u zo bijzonder aan het Johan Verjee Fonds? Nou, mijn dochter is er ook aan verbonden. Is een vriendin van Kathleen. Want als het niet zo was, dan was ik ook niet op de hoogte dat het fonds bestaat. Maar ik vind het heel bijzonder dat ze zulk goed werk doen. Goede projecten, zich bezighouden met kleine projecten die toch wel heel belangrijk zijn. En daar wil ik toch wel mijn steentje aan bijdragen. Maar als je dochter er niet bij was, dan... Dan zou ik het gewoon niet weten. Nee. Dan zou ik het niet weten. Het gaat niet goed in Suriname. En nu was hier vandaag een stelling van Suriname is in crisis. We kunnen beter niet steunen, want ja, het is een zelfstandig land. Ik vind het een heel moeilijke discussie. Ik vind, je moet de mensen steunen. Je moet de projecten steunen waarvan je weet waar het geld terecht komt. Dat is heel belangrijk. Maar op grote schaal, als de regeringen niet met elkaar praten en niet willen samenwerken, nou, dan ziet het er niet goed uit, vind ik. Nee, alles kan beslecht worden, meneer. Alles. Alleen, ja, je hebt van meerdere kanten steun nodig. Het is niet alleen maar of politiek of bepaalde mentaliteit. Hè? Het zijn meerdere factoren die een rol spelen. En daar moeten we allemaal naar kijken. Dus het is allemaal niet zo zwart-wit. En hoe kijk je er zelf tegenaan? Ben jij iemand die Suriname ook steunt, dit fonds steunt? Ik zulke projecten? Ik steun het fonds, sowieso. Waarom? Ja, omdat ik vind dat ze goede dingen doen. Zeker de kleine projecten. Hè? De mensen steunen. En ik denk dat zelfbewustzijn een heel belangrijke rol is. Volgens mij in de paneldiscussie of een van de stellingen was dat onderwijs een belangrijke rol speelt. Vind ik ook. Alleen dan moeten we heel goed gekeken worden naar hoe het onderwijs gegeven wordt. Wat leren we de kinderen? En wordt het vanuit welk perspectief doen we dat? Ik kan me herinneren, ik heb zelf in Suriname gewoond een aantal jaar, dat het heel erg op Nederland gericht was. Ik weet niet hoe het nu is, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is wel heel belangrijk dat het vanuit een eigen identiteit gebeurt. En dat daar ook een kern van de groei zit. Is dit een druppel op een gloeiende plaat? Ja, maar elke druppel is er één, denk ik. Hè? En het begint met een druppeltje en die kan een hele mooie golf veroorzaken. Dus ik denk dat het op heel veel gebieden dat de zaadjes geplant zouden moeten, kunnen en moeten worden. Ja. Hartstikke goed. Zeer duidelijk. Inspirerend en boeiend. En wat vindt u van het Johan Verjee Fonds? Wat zegt u? Wat vindt u van het Johan Verjee Fonds? Positief. Positief doorgaan. Heeft u ook gedoneerd? Nog niet. Maar ik ben geïnspireerd. En waarom vinden ze zo goed dan? Nou, kijk, ze werken naar een goed doel. En die moet je ondersteunen. Snap je nu? Dus vandaar. Maar is geen druppel op een groeiende plaat? Ik zie het niet zo. Oké, schat. Doei. Oké, daar.